Doe iets naar voren nog, Jus. Nee, iets naar voren. Ik moet gewoon lachen met jouw hoofdje in het scherm. 2, 1. Hey, lekker. Yes. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Hey, ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik samen met... Justin. Nee, man, nee. Weet je wat je doet? Justin. Hey, ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Justin. En wat wij gaan doen, we gaan een deel 2 maken van Glam Him Up. Mm-hmm. Heb je er zin in? Ja, heel veel zin. Justin is een beetje zenuwachtig, maar we gaan zo meteen ook vragen beantwoorden. Algemene kennisvragen. Die staan op deze rode kaartjes. En die gaan we beantwoorden. Want Justin is namelijk heel slim, dus... Daarom gaan we dit bij Justin doen. En we gaan vandaag een make-up look maken met felle lippen. Yeah, let's go. Oké, we beginnen met de primer. En de primer die ik gebruik is van, weet ik. Zou ik gewoon weer muziek op de achtergrond doen of niet? Ja, doe maar. Okay, ik ga alleen maar lachen. Dan moet ik hem even verbinden met... Ja, dat voelt lekker, hè? Jezus Christus. Kijk, vorige keer deed ik dit alleen bij Bram en toen zei hij al van... Oh, je ziet er echt beter uit. Heb je je wenkbrauwen geëpileerd? Nee, zeker niet. Nou, ik zie het toch. Oké, we gaan de eerste vraag beantwoorden. Pak jij hem eens? Hoe lang is een vrouw zwanger? Oké, ik weet het. Nou, het ligt er een beetje aan. Als een kind vroeg geboren wordt. Ja, oké. Nee, je weet het. Kijk, dit bedoel ik. Daarom wilde ik dit met Justin samen doen. Hoe lang? Ik denk, hoe lang is het? Hoeveel maanden? 5 maanden. Wat? Nee, ik denk ongeveer 2-3 maanden. Ongeveer 2-3 maanden. Ongeveer 2-3 maanden. Wat? Hoe lang een vrouw zwanger is? Ja? Best lang toch? Ja, maar hoe lang? Hoe lang? Ja, ik denk 3-4 maanden wel. Oké. Nou kijk, daarom wilde ik dit dus met Justin noemen, want het antwoord is namelijk 9 maanden. Nou, dat zit in die buurt. Oh nee, je zit maar een half jaar ernaast. Ja, maar ik ben al zwanger geweest, dus ik heb geen... Ja, oké, maar ik denk dat ongeveer elke jongen dit weet. Niet, nou, ik ben ook nog nooit zwanger geweest, ik weet toch ook het antwoord? Nee. Echt niet? Nee, echt niet. Oh. Oké, nou het antwoord is dus 9 maanden, dus ik sta 1 voor. Ja, dit was een uurtje van mij ook. Ik kan het nog niet lezen, hè, schat? Wat is de vraag? Je bent om een beautyblender. Hoe hoog is hij voor het hoge? Jezus. Oké, nee, dat weet ik ook niet. 300 meter. Nee. Hoeveel? Hoeveel meter of hoeveel kilometer? Wat staat er? Hoeveel meter? Hoe lang is de Eiffeltoren? Ik denk 655 meter of zo. Dat is echt heel lang, hè? Dat is meer dan een halve kilometer. Ja, ik denk gewoon een paar honderd meter, maar ik weet ook niet hoeveel. Jullie weten? Ja, maar kijk, nu weten we het antwoord ook helemaal niet. Dus dat is best wel kut. Ik zoek het wel op, maar het is iets van 300 meter. Ja, ik denk 250 of zo. Wat doe ik? Nee, 300. Nee, maar Justin zei 650. Dus we kijken wie er dichtbij zit. 372 meter. Moet mijn ogen dicht doen of wat moet ik doen? Nou, ik doe nu even een beetje concealer op. Hoeveel? Een beetje maar... Oh, ik voel echt heel veel nou. Ja, ik ook. Ja, ik vind het echt heel erg, want deze weet ik echt niet. Oké, okay, stel de vraag. 20 meter hoog. Okay. Hoe heet de dijk die de Noordzee scheidt? Die de Noordzee scheidt? Scheidt. Ja. Van het IJsselmeer. Ja. Hoe heet de wat? De dijk? De dijk. Oh, die is fucking makkelijk, denk ik. Oké, ik weet hem. Ja, ik denk... Het heeft zelfs met IJsselmeer te maken. De IJsselmeerdijk. Dat wilde ik beantwoorden. Nee, oké, wat denk je? Nee, ik zou het echt niet weten. Doe een gokje. Ik weet het ook niet 100% meer. Nee, je liegt. En deze vraag is niet eens van mij. IJsselmeerdijk, weet ik veel. Oké, de afsluitdijk, denk ik? Ja, de afsluitdijk. Dat is het, ja. Dat bedoel ik te zeggen. Ja, oké. Op zich ook best logisch, maar oké. Ja, dames en heren, doe MBO 4 technische opleiding. Dus ik heb er niet zoveel verstand van om dijken. Justin doet MBO 4. Zo, ik ben niet jongen. Een beetje bruin maken of... Ja, dat ga ik nu doen. Ga me dood maken. Nee. We kunnen ook een Halloween look maken. Nou, doe maar niet. Doe maar gewoon normaal. Oké, maar ik vind het licht wel echt best wel fel. Maar je bent inderdaad wel echt heel wit. Jezus, nou een spook. Oké, wacht nog even. Met... Volgende vraag. Nee, even wacht. Ik moet eerst even een beetje contouren. Doe eens fishy face. Laat maar. Kijk, nu ben je even wit als ik. Zie je dat? Nee, oké. Volgende vraag. Hoeveel centimeter is 3 kilometer? Moet ik daar mijn hoofd gaan rekenen? Toen, ja, je weet dat 3 kilometer is totaal 3000 meter. Ja, dat is toch de vraag, of niet? Hoeveel meter? Hoeveel centimeter? Oké, noem eens van centimeter naar kilometer. Gewoon centimeter. Ja, noem eens. Nee, begin eens met millimeter. Ja, laten we ophouden met weten. Nee, jawel. Nee, dat weet je wel. Ik begrijp niet wat je zegt.
Ik moet gewoon omrekenen. Hoeveel centimeter? Nou, 3 kilometer is 3000 meter. Hoeveel centimeter is dat? Ja, ja. Dat is een vraag. Maar hoeveel centimeter is een meter? 100 centimeter. Nou, dus. Goed zo. Nee, maar Bram, jij mag er niet mee bemoeien. Ah, ja. Jij hoort niet in deze video. Ik heb toch geen ei? 300 centimeter. Hoe heet het? Ja, je hoort Bram op de achtergrond, maar die is er eigenlijk niet. Wat is je antwoord? Zullen we anders gewoon deze vraag skippen? Nou, 3000 meter, dat is toch gewoon... Nou, het is je mag ook één vraag skippen. Ik weet het, maar ik durf het niet te zeggen, want het is echt heel dom, nee. Ziet het er goed uit? Ja. Egale basis wel. Wel een beetje aan de witte kant, maar dat maakt niet uit. We gaan door met de volgende vraag, want die gaan we niet zeggen. Oh, maar je wenkbrauwen zijn echt on fleek. Wat is de meest gedronken cocktail in Amerika? Weet ik ook niet, hoor. Mag ik niet zeggen? Wat? Nee. Wat is je antwoord? Ik weet het niet, deze. Ik heb ook gewoon geen idee. Ik weet het niet. Want straks zeg ik iets en dat is het heel dom, weet je, en dan komt het uit. Ja, ik drink alleen maar Session Beach. Nee, dat is het sowieso niet. Nee, maar ik zou het echt niet weten. Ik ben nooit in Amerika geweest, dus ik zou het niet weten. Jij moet het weten. Ja, toen was ik 15. Je mag er echt pas drinken als je 21 bent. Weet ik niet. Wat is het antwoord, Bram? Margarita. Oh, dat had ik echt nooit geweten. Nee, ik ook niet. Oké, heel even wachten. Ik ga heel even je wenkbrauw een beetje afmaken. Oh, Jussen heeft een vraag voor mij. Stel hem. Hoe ben je erbij gekomen om video's te maken over met jongens opmaken? Nou ja, ik vind het heel leuk om jongens op te maken. Echt? Vind ik echt leuk? Ja, nee, ik vind het sowieso leuk om mensen op te maken. Ja, waarom jongens? Maar, toen... Nee, maar je hebt best wel veel video's dat, laat maar zeggen, vrouwen opmaken. Mm-hmm. En dan maar wel, ja. En dan gaan mensen natuurlijk weer zeggen, oh, je hebt dat idee gestolen van die of die doet dat ook al. En ja. Ik heb nog nooit gezien, laat maar zeggen, dat meisje jongens op gaan maken. Behalve als je, weet ik veel, je eigen vriendje of zo gaat opmaken. Mm-hmm. Dus toen dacht ik ga een serie maken. En jullie zijn zo gek dat jullie mee willen doen. Nou, ik vond wel, bij Bram vond ik het serieus echt mooi. Ja, waarom doe je bij mij niet mooi dan? Nou, je wenk is gewoon een fliek hoor. Hij is alleen een beetje donker. Ja. Meneer is weer terug met wenkbrauwen. Oké, ik ga dus niet een hele opvallende ooglook doen, maar wel opvallende lippen. Hoe wordt het genderen, het genderen, het genderen... Genre. Oh mijn god. Knip het eruit. Dan moet je eruit knippen. Nee, dat ga ik er echt niet uit knippen. Dit is juist geweldig. Wat zeg ik nog? Zijn nou genre? Genre, toch? Hoe wordt het genre? Dat uit gedichten bestaat Rijmen. Genoemd. Ik geef alleen de eerste letter, de P. Ooit gehoord van poëzie? Nee. Oké, dat is nog erger als je er nog nooit van hebt gehoord. Wat? Poëzie. Poëzie. Hoeveel dagen op de aarde over om één keer om de zon te draaien? Oh mijn god, die vraag is zo makkelijk als je dit niet weet. Ja, maar ik word... Mag je dat zeggen? Wat ga je doen? Nou, je wimperskrullen. Kijk maar een beetje naar voren. Nee, een beetje zo hier zo. Ja, topper. Au! Ja, je snijdt vol. Zie je het niet meer? Het bloed, hè? Het bloed, hè? Auw. Doe even normaal. Nee, maar wel. Wat? Yes, ah, is het bloed! Het bloed! Haal weg dan! Wat moet ik weghalen? De traan die eraan komt. Oké. Hoeveel dagen doet de aarde erover om één keer. Doet de aarde erover om één keer om de zon heen te draaien? Weet je toevallig hoeveel dagen er in een jaar zitten? 350 dagen. Ja. Ja, dat was het antwoord. Ja, maar dat is toch op zich niet zo logisch. Hoeveel zintuigen heeft een mens? Nou, dat moet wel weten. Noem ze even op. Ruiken? Dat is wel zintuig, niet? Ja, gewoon reuk, ja. Ja, reuk, ja. Ruiken, ja, reuk. Ruiken is goed. Ruiken is goed. Proeven? Ja, kijk je uit, levensschap met het raam. Ja, oké. Oké, zijn wimpers zijn gekruld. Even een beetje mascara erop doen. Oké, wacht. Tel maar eerst de vraag. Hoeveel zintuigen heeft een mens? Nou, reuk. Ja, reuk. Smaak? Gebeuren? Ja. Hij weet er maar twee. Nee. Ik heb nog uitgelachen. Je bent nog niet op de helft. Maar oké, ga maar verder. Hoe zijn we dan? Nee, dat moet je zelf ook weten. Nou, maar ik weet het wel, maar ik denk dat ik een fout om ga zeggen. Oké, wat ogen. Ja. Zien. Ja. Ja. Voelen. Ogen. Voelen. Ja. Horen. Goed zo. Je hebt wel echt mooie lange wimpers. Kijken. Wauw, dat is echt mooi. Oké, volgende vraag. Pak even de volgende vraag. Jawel. Even kijken hoor. Nou, even een kutvraag krijgen natuurlijk. Noem de 7 continenten. Nou, weet ik niet. Oké, kijk naar boven. Oké, probeer het tenminste. Wat? Weet je wat een continent is? Nee. Dat gaat fout. Ja, ik weet het nog even niet. Lieve schat, je weet wel wat een continent is, toch? Nee. Doe even een gokje. Maar ik ga nu gokken als ik het niet weet. Jawel, boeien. Ik ga het er niet in doen als het heel dom is. Ja, maar het is wel dom. Want ik ga het niet echt om te zeggen. Oké, stop eens. Continent?
Ja, wat is dat? Kom op, Jus. Als je dit niet op school hebt gehad, vraag ik me echt of wat je hebt gedaan. Ik heb en in school gehaktwetenschap. Ja, wat heb je dan gedaan? Een fucking technische school. Ik heb niet over complimenten. Ja, maar dit heb je op de, dit heb echt op de middelbare school gehad. Ik heb ook geen CITO gehad op de middelbare school. Ik heb ook geen CITO gehad nee, op de middelbare school. Nee, maar dit heb ik echt op CITO. Heb ik echt een CITO gehad, dit. Op de middelbare school. Oké, okay, nou, een continent is een werelddeel. Continenten. Nou, Europa. Ja, oké, okay, 1. Kom op, dit weet je. Ik heb vertrouwen in je. Ja, hier. Oké, okay, continenten. Even nadenken. Oké, okay, Europa. Ja. Nou, dan heb je Antarctica is volgens mij ook 1 hoor. Ik maak echt geen grap. Dan heb je nou, gewoon Amerika, Azië. Ja, Azië, ja. Klopt. Ja? Klopt, ja. En dan Zuid-Afrika. Zuid-Afrika? Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Afrika. Zijn dat er 7? Er nog een paar. Echt? Nee. Jawel. Australië. Echt mooie lange wimpers. Oké, okay, we gaan even een beetje highlighter op doen. Oké, okay, wat is de vraag? Hoe heet de dochter van koning Willem-Alexander? Oh nee, ik denk niet dat ik die ook allemaal weet hoor. Oké, okay, je weet er sowieso wel 1, toch? Mag ik hopen? Zou ik een hint geven? Ja, geen voorletter. Alleen. A. Zijn ze allemaal. Daarom. En nog een twee letter even. De M? Of na? Amira. Hij zei Amira. Dat is onze. Dat is meer een beetje een. Ja, ik zou het echt niet weten, dames en heren. Oké, okay, volgende vraag. Nee, beantwoord jij ze dan? Nou, ik weet ze ook niet allemaal. Ik weet Amalia, Alexia of zo. Ja. Amalia, hoe doe ik ja? Oké, okay, doe zo. Ja, iets met Alexandra of zo. Zoiets. Nee, Ariana. Of zo. Oh ja, Ariana. Gandé. Of Leur. Welk kleurtje? Rood. Yes! We gaan hier wel. Hallo! Ja, hallo. Ja, er zit echt zo'n lijn ernaar. Ik had beter dit bij Bram kunnen doen. Zo. Pijplippen. Kom, echt niet. Ja, nu ben ik weer. Auw! Ja, het zit nu helemaal in je mond. Oh mijn god! Vind je gek? Goed? Nee! Het is echt verschrikkelijk lelijk. Doe het zo. Je lijkt wel echt it of zo. Kap in. Nou, dankjewel. Ja, maar dit valt gewoon niet meer te redden. Ik zweer het. Als die bek al ook niet voor mijn kuppen. Je lijkt echt Pipo de Klaan. Hou het eraf. Dat kan echt. Hij durft niet eens te kijken. Oké, okay, kijk eens naar mij. Ik moet nog een klein beetje opzien hier zo. Nee. Alleen die lippen. Ja, die lippen. Ja, daar gaat het om. Je lijkt... Mama leuk voor hem. Oké, nee. Ik wil even doen. Je gaat nu. Je mag nu voor het eerst in de spiegel kijken. Oh ja, wat is het nu? Het is echt gedaan. Oh mensen, doe het niet nou. Het valt er echt mee. Alleen. Nee, maar kijk. Echt, gewoon zijn make-up is gewoon echt prima gedaan. Alleen zijn lippen zijn lelijk. Nee, met mijn brouw lijkt tering donker. Lijkt wel een borstel. Maar mijn wenkbrauwen zijn even donker. Ja, kijk mijn wenkbrauwen. Nou oké, okay, ik borstel ze wel een beetje. Ik kan nog eens kijken naar mezelf. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Schaam en duim. Ogen hè, zijn wel mooi gelukt. Ja, nee, maar echt alles is gewoon mooi gelukt. Ook je contour, doe eens zo. Kijk, het is echt oprecht niet heel lelijk. Alleen zijn lippen zijn heel lelijk. Want kijk, zijn ogen zijn gewoon mooi en zijn wenkbrauwen vind ik gewoon onvriendelijk. Nou, dames en heren, het is aardig goed gelukt. Oké, okay, ik ben hier samen met mijn vriendin. Nee, oké, okay, dit was de video. Als jullie het leuk vonden, doe even een duimpje omhoog. Want bij de hoeveel duimpjes gaan jullie mij opmaken? 4 miljoen. Oké, okay, is prima. Bij de 4 miljoen duimpjes gaan jullie mij opmaken. Ja, dat gaat. Bij 100 duimpjes. Oké, okay, bij 100 duimpjes gaan Justin en Bram mij opmaken. En ja, als je het leuk vindt, plaats even een comment. En ja, volg Justin ook even op Instagram. Bedankt voor het kijken. Doei doei. Doei.